Coureur Paul de Man, geboren hier in Rekken, wint in 1913 de allereerste ronde van Vlaanderen. Een jaar later zegeviert hij in Bordeaux-Parijs. Zijn sportieve carrière wordt echter genekt door de Eerste Wereldoorlog. In 1915 wordt de man spion voor de geallieerden. Vanuit zijn woonplaats Oud-Rijven rijdt hij met de fiets met documenten naar het neutrale Nederland. Een rit van een kleine 100 kilometer. Hij rijdt verschillende keren naar Nederland met informatie over onder andere Duitse munitiedepots en militaire transporten. De documenten worden verstopt in de dubbele voering van een hoofddeksel of onder de valse bodem van een koffer. Eind september 1918 loopt het fout. De Duitsers pakken de man op. Hij wordt opgesloten in de gevangenis van Leuven. Als spion staat hem de dood met de kogel te wachten. Hij wacht in zijn cel op zijn proces. Gelukkig breken de geallieerde troepen net op tijd door de Duitse linies. De man is terug een vrij man. Na de oorlog wint de man met Parijs-Roubaix en Parijs-Tours nog twee grote klassiekers. Op zijn graf in Oud-Rijven staat Ancien champion cycliste, maar ook espion de la guerre 14-18.